Ik heb net dit kaartje gemaakt waarbij ik de achtergrond heb geëmbost met een Krealis embossingmal. En daarna geairbrushed. Ik dacht, laat ik meteen een filmpje maken om te laten zien aan jullie hoe ik dat gedaan heb. Ik heb hier trouwens een digistamp bij gebruikt. En die heb ik één keer op gewoon papier afgedrukt. En één keer op designpapier. Dat heb ik uitgeknipt. En nou ja, daardoor heb ik mijn stoeltje net wat anders aangekleed. Ik gebruik hiervoor een Krealis embossingmal. Dat is deze. Oh, volgens mij zit hij op zijn kop. Die is er in 4 soorten. Het is een ijzeren embossingmal. Hij is normaal grijs, maar omdat ik al een paar keer ermee geairbrushed heeft, heeft een kleurtje en ik moet hem nog weer even schoonmaken. Ik begin met mijn cuttlebug. Daar leg ik plaat A in en daarna plaat C. Daarop leg ik het Krealis embossingmatje. Eén tip, ga niet embossen met dit embossingmatje met de Nestabilities. Want dan snij je hele mooie, bijvoorbeeld bloemen, uit je embossingmat. En dat is een beetje zonde. Dit was de eerste keer dat ik mijn embossingmatje gebruikte. En nou ja, ik heb er meteen een hoop van geleerd. Je legt je embossingmat neer. Je papier, in dit geval heb ik een linnenstructuurpapier gebruikt, zodat je nog net iets meer effect krijgt. Die leg je neer met daarop je embossingmal. Ik zet hem even vast met een aantal stukjes niet permanent tape. En dat is omdat ik hem straks ook nog ga airbrushen. En anders zou die misschien verschuiven en dat zou natuurlijk zonde zijn. Even aan alle kanten vastzetten. Zo. Dus plaat A, plaat C. Dan het embossingmatje. Dan je papier met de mal. En dan pak ik een plaat B. En zo draai ik deze hele sandwich door de cuttlebug heen. Hij gaat wel redelijk zwaar, dus je moet best veel kracht zetten. En dit kan natuurlijk ook met meerdere standapparaten. Als de mal maar groot genoeg is dat hij er doorheen past. Nu leg ik de hele sandwich weg. En mijn papier is nu geëmbost. Je ziet het een beetje aan de achterkant. En nu ga ik hem nog airbrushen. Ik heb hem in mijn kaart geairbrushed. Moet ik hem wel goed houden. Met roze, maar omdat dat eventjes in het filmpje lastig te zien is, ga ik nu met een blauw-groene. Hij heet in het echt Indian Blue. Airbrushen. Het leuke van deze marker is dat dezelfde formaat qua breedte heeft als de Copic. Maar dat ze in verhouding een stuk goedkoper zijn. En de kwaliteit van de inkt is hetzelfde. Ze kunnen ook heel goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld Copic. Of met Pro Markers. En deze passen ook gewoon in de airbrush van Copic. Dus dat is ideaal. Zo hoef je er maar eentje aan te schaffen. En kan je toch meerdere markers gebruiken. Je klikt je marker in de airbrush. Je zet je airbrush aan. En je airbrusht over de mal heen. De mal kan je straks goed weer schoonmaken met handcreme, desinfecterende handcreme van de Kruidvat. Daar zit namelijk ook alcohol in. En dat zorgt ervoor dat de inkt die in Copic en eigenlijk in alle markers op alcoholbasis zijn, dat die oplost. En ik gebruik daarvoor oude hydrofiele doeken om hem schoon te maken. Maar een oude theedoek bijvoorbeeld werkt ook erg goed. Of het hele stevige keukenpapier. Nou, nu kan ik mijn malletje voorzichtig losmaken. En zo zie je dat ik een erg mooie achtergrond heb. Het leuke hieraan is dat ik erg veel markers heb in heel veel verschillende kleuren. En daardoor altijd mijn achtergrondpapier kan aanpassen aan mijn designpapier. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Jullie horen op de achtergrond mijn kat
miauwen die graag naar buiten wil. En ja, die ga ik maar even naar buiten laten. Tot de volgende keer!